Ik wil graag laten zien hoe ik Twitter in de klas gebruik. Als communicatiemiddel naar ouders toe, maar ook vooral als leermiddel. Dus hoe ik sociale media, Twitter gebruik om kinderen zeg maar een beetje informatie te laten zoeken op internet en dan een beetje naar een next level te brengen. Dus dat is een beetje. Het doel van het gebruik van Twitter in de klas is om meer betrokkenheid te creëren bij kinderen. Omdat Twitter en sociale media voor hun alledaags is. Dus dat moet je gebruiken in het onderwijs, vind ik. Twitter is vooral een communicatiemiddel. Dus ik kan nou heel makkelijk samen met de kinderen laten zien wat er in de klas gebeurt. Naar ouders toe, maar ook naar andere geïnteresseerden toe. En nu gebruik ik het ook om naar kinderen toe te communiceren. Dus ook als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met zijn huiswerk, dan kan ik hem een tweetje sturen van: "God, denk aan je huiswerk." Dus vooral als communicatiemiddel. Nu probeer ik het ook nog in te zetten als echt informatiemiddel, dat ze ook via Twitter iets moeten opzoeken of informatie krijgen. De meerwaarde is dat het aantrekkelijker is voor kinderen. Ze zijn veel meer betrokken, want het ligt, ik denk dat ze de helft van de klas minimaal een smartphone heeft waarmee die dagelijks op internet zit. Dus die informatiebron is zo dichtbij, voor kinderen zo vanzelfsprekend. Ja, dat kom je veel dichter bij hun eigen natuurlijke gebruik daarvan, zeg maar. Dus dat is, spreekt gewoon kinderen heel aan. Het zit heel dicht bij de kinderen, het gebruik van internet en Twitter, denk ik. Eén afspraak. Je krijgt zo meteen via de Twitter een vraag van mij. Die vraag die gaat over gezondheid, want dat is het thema waar we mee bezig zijn. Om die vraag te beantwoorden, of om de goede tweet te plaatsen, of de foto, of de link, of het filmpje, of wat dan ook de opdracht is, hou ik nog even geheim. Dat retweet je dan. En als je het goed hebt gedaan, krijg je een punt. Dus het gaat niet meer om wie het snelst heeft gedaan, maar het gaat er gewoon om of je het goede antwoord hebt. Oké, ik heb nu een tweetje geplaatst. Dan mag je even beantwoorden dat je meedoet. Ik zie er al drie. Ekin heeft al geantwoorden. Sommige kinderen die hebben heel goed opgelet. Bijvoorbeeld Debbie zie ik al. En Jenna, die hebben team geel. Dat was de afspraak. Hashtag geel. Oké, jullie kunnen het niet zien. Ik ga nu de eerste vraag op de Twitter gooien. Die gaat over gezondheid. Op het moment dat je hem binnen hebt, mag je antwoord gaan geven op de vraag. En als je de vraag goed hebt beantwoord, kun je een punt verdienen. En dat laat ik zo zien in het scoreformulier. De eerste tweet heb ik geplaatst. Dus als je hem binnen hebt, kan je de vraag gaan beantwoorden. Wat is de vraag dan? Oh, wacht, ik moet op startpagina. Zoek op internet. Dan. Ja. Hoeveel energie zit er in één stuk brownie? Tip voedingscentrum.nl. Brownie. Heb je hiervan? Nee, laat niet op. Je kunt hier ook alvast op Twitter gaan. Nee, je kunt wel de vragen alvast zien natuurlijk. Ja, dan is het al gelijk op papa's account ingelogd. Oh. Okay. Dus dat is niet zo handig. Oké, wat moet ik kiezen? Ja. Heb je hem? Ja, voor die space. We kiezen een eenheid. Ja. Hoeveel brownies? Klik dus op. Eén portie, één stuk of een gram? Nee, daar rechts. Het ging over, wat was de vraag? Als het goed is, staat er dan onder. Hij vindt hem cool. Nee, maar weet jij misschien waar je op moet zoeken dan? Encyclopedie? Zal wel niet. Oké, 1, 2 en 3. Wij leggen de telefoons neer en de handen los van de iPads, laptops. Kilocalorieën, en dat betekent energie, zit er in één stuk brownie. En er stond een tip bij, het voedingscentrum.nl. Ga ik even kijken wie erop gericht heeft. Team blauw, er stond per 100 gram. Maar team blauw, hoeveel per 100 gram? Ja, daar hebben we ook nog. Stond dat eronder? 200 kilocalorieën, dus dat is helemaal goed. Dus dat... Hoezo link? Een link, wat is een link? Ja, hoezo een pagina? Wat is een link? Een pagina. Ja, dus stel je voor, ik heb astma en ik wil... bijvoorbeeld, of ik heb astma. Nou, jij hebt astma en je wil via internet wil je een link waar je het kunt bestellen. Je mag daarbij aansluiten. Dus. Oeh.
Weet je medicijn? Ja, ik ben aan het kijken. Wacht heel even. Ik wil niet oordelen. Ik heb het. Ik heb al zo'n idee hoe ik dat kan gaan doen. Dit is al de moeilijkste vraag. Ik heb een idee hoe ik dat ga doen. De vraag was het naam van een medicijn en een link waar ik het kan kopen. Ja, hier kan ik dat bestellen, denk ik, hè? Ja, hier dat zijn is prijzen. Ja. Team Geel, puntje erbij. En ik heb hem getweet. De vraag staat erop. Wat moet je intypen? Lime. Oh, wat is lime? Wacht maar, ik vind het wel. Ja. Ja, ik wist niet hoe je het schreef, maar... Ja, ik heb hem gevonden. Kijk maar. Weet je wat dat is? Dat zijn van de kleine soort luisjes. Is op openen? Ja. Of dan kan ik het opklikken. Waarom is hij daar gestuurd? Ja. Het is gelukt. Dus je pakt even je mindmap en dan mag je hem even aanvullen met wat je geleerd hebt. Dan kom ik even de laptop in ophalen. Oh, je hebt nog een vraag. Wie heeft daarvoor? Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Even kijken. Nou, team geel, oranje en blauw, die hadden allebei alle drie 5 punten. Dus die hebben de meeste punten. Team paars 4, team groen en wit 3 punten. Maar vooral ben ik blij met dat iedereen wat opgeschreven heeft op zijn mindmap. En dat jij nog een mooie foto getweet had, Alpo, van je mindmap, vind ik ook erg leuk. Ik wil even weten, want het is nu de tweede keer dat we zo'n Twitterquiz gedaan hebben. Wat jullie daarvan vonden? Zeggen, Amber, wat vond je ervan? Leuk. En wat vond je er leuk aan? Ja, zo'n beetje alles, maar ook wel eigenlijk leerzaam. Wat zeg je? Leerzaam. Ook leerzaam, oké. Okay. En wat vond jij de leukste vraag die erbij zat? Die met de ziek zijn. Die foto? Ja. Ja. Ik kan nu zien dat het moeilijker was dan de vorige keer, maar was het niet. Nee, was die makkelijker? Nee. Ik dacht die ene vraag waar je die medicijnen kon kopen, ja, dat die moeilijk was. Die was wel moeilijk. Meestal was het wel grappig of zo dat je een typfoutje had, of dat je de bericht niet binnenkreeg. Maar het was ook wel leerzaam en zo. Hebben jullie nou ook het idee, want dat ben ik nou nieuwsgierig naar, dat zeker ik nou, nee, nu weet ik wel eigenlijk beter hoe ik Twitter werkt. Maar ik wist het al heel goed. Julian, bij jou? Wist je het al? Of? Ja, ik wist het al. Oké. Okay. Is het boven? Eerst niet, maar nu weet ik het wel. Okay. Dus je weet nou ook wat retweeten is en replyen is en zo. Mm-hmm. Ja. Taylor, heb jij nog iets geleerd vandaag? Nee, hier niks. Helemaal niks. Oh, jammer. Jullie namen ook die dingen opschrijven, zoals astma, krankenhuis in het Duits en zo. Maar heb je toch wel wat geleerd? Ja. Toch? Ja, die was hard. Jenna, zie je nog een vinger? Ik vond het wel heel leuk, maar het duurde best wel kort voor mij. Weet je hoe lang we bezig zijn geweest? Een uur. Ja, maar dan dat ik wel ja, maar... Ja? Het waren maar 7 vragen. Ja. Maar waarom duurde het nou wel lang? Want ik bedoel, het zijn andere vragen dan bij een rekentoets of zo. Want eigenlijk wil ik jullie naast het gebruik van Twitter nog iets leren. Wat zou dat dan zijn? Steek eens je vinger op als je dat weet. Wat zeg je? Het opzoeken van iets. En dan hoe opzoeken? Op internet. Ja, daar wil ik jullie eigenlijk ook nog wat... een beetje mee laten oefenen, van hoe zoek je nou iets op internet? En studievaardigheden. Eigenlijk is het een beetje studievaardigheden, alleen niet uit een bronnenboek, maar uit een bronnencomputer, zeg maar. Of met je telefoon. Ja. Amber? Ik dacht ook voor samenwerken. Nou, ook samenwerken, want je moet uiteindelijk wel samen tot een antwoord komen, dat klopt. En hoe je eigenlijk met Facebook omgaat. Ik wil Twitter in de klas laten zien, omdat ik... zelf heb gemerkt in anderhalf jaar tijd dat ik het nu gebruik, hoeveel nieuwe dingen je ermee kunt. Het begon voor mij als communicatiemiddel naar ouders toe, om eens laten zien wat we in de klas nou doen, makkelijk een fotootje maken met je mobiel. Toen ontdekte ik dat ze via projecten naar, de kinderen zelf via projecten op zoek gingen naar goede doelen via Twitter, dat er reacties kwamen via Twitter, nou, dat je een quiz kan spelen via Twitter. Maar dat er ook veel meer communicatie met de kinderen is als ik een keer niet op school ben, als ik een studiedag heb, even laten weten wat we doen op een studiedag.
Dus ja, ik word gewoon heel enthousiast van dat er steeds meer gebeurt. Steeds meer is mogelijk. En dat ontdek ik eigenlijk samen met de kinderen. En dat is wel heel, heel leuk. Nou, we hadden het nu over het thema gezondheid. Daar zijn we bezig met wereldoriëntatie. En dan is het leuk om een thema van wereldoriëntatie te koppelen aan wat je er eigenlijk allemaal wel niet mee kan op internet. En door middel nu van een filmpje, van wat opzoeken op voedingscentrum.nl. Ook iets met plek, met vertalen. Dan maak je het echt ja, heel tastbaar voor de kinderen, denk ik. Van wat heeft nou het thema waar we over hebben? Wat voor connecties heeft dat met internet? En dan kun je laten zien dat het echt op tig verschillende manieren ja, interactief gemaakt kan worden. Dus op die manier past het heel erg nu bij dit thema. Ik denk als er geen gebruik gemaakt zal worden van ICT, dat kinderen veel minder betrokken zijn. Maar dat het ook minder leeft voor de kinderen. Je praat dan over iets of je bent iets aan het uitleggen waarvan de kinderen niet, ja, geen directe lijntjes hebben. En nu, nou, zeker met internetgebruik, dan maak je het gewoon zo direct. Je hebt meteen een plaatje of ja, kinderen zien meteen een verhaaltje. Nou, een voorbeeld vandaag was dan over de ziekte van Lyme. Kinderen zien een plaatje van een teek. Ah, de reacties zijn, behalve van burg, maar ook heel erg betrokkenheid. Ze zijn er meteen op in en dat... Ja, dat heb je niet, denk ik, zo van een plaatje uit een boek of een stukje tekst. De bronnen naast zitten natuurlijk. Google Maps, om ze een stukje of een plek te laten zoeken. Voedingscentrum, maar ook vaak YouTube, gewoon filmpjes. Vertaalmachines, ja, Wikipedia. Eigenlijk laten kinderen daar heel vrij in, hoor, om echt te zoeken. Maar daar komen ze met de meeste mooie dingen, denk ik. Om te kijken of de doelen gehaald hebben, wil ik het wel koppelen naar het nu in de klas, zeg maar. Dus het maken van een mindmap of even met elkaar hebben over hey, wat hebben we nou geleerd of hoe hebben we dat opgezocht of waar heb je dat gevonden. Dus ik vind daarna de terugkoppeling met de klas wel belangrijk. En dan nou, merk ik bijvoorbeeld vandaag dat kinderen merken van hey, wat is een link, dat ze dat nog niet weten, sommige kinderen. Nou, dat hebben kinderen dan weer geleerd. Dus op die manier, ik denk met een gesprek met elkaar vooral, kun je zien van wat hebben ze gehaald. De echte doelen vooraf zijn betrokkenheid en dat merk je gewoon aan de kinderen zelf eigenlijk, aan de reacties.